Omgekeerde vaste, hoe maak je die? Normaal, ik heb hier even een proefstukje alleen met vaste gemaakt. Normaal gesproken een vaste steek je voor naar achter, onder twee lussen door haal je op en draad door. Dus van voor naar achter, op en draad door. Een omgekeerde vaste is letterlijk omgekeerd. Je haalt je draad naar voren, je gaat met je haaknaald achter door de twee lussen door. Je haalt je draad op. En je haalt je draad door. Dus draad naar voren, van achter naar voren, draad oppakken en dat haal je door. Je hebt twee lussen en dan haal je door. Dus van achter naar voren, draad oppakken en je vast te maken. Wat je dan doet is eigenlijk de balk die je normaal gesproken aan je achterzijde hebt, naar voren halen. Dat is een averechtse, een omgekeerde vaste. Dus je gaat dus van achter naar voren, draad oppakken, doorhalen en je maakt hem af. Nog een keer. Van achter naar voren, door de twee lussen heen, draad pakken, doorhalen en afmaken. Ik zal even de laatste steek ook doen. Dus van achter naar voren, draad doorhalen en doorsteken. Van achter naar voren, draad ophalen en doorsteken. Kijk. Dan heb je de vaste vorm aan de goede kant van je werk. En dit veetje wat je hier ziet, het dwarsbalkje, is wat je nu gecreëerd hebt aan deze kant. Dus wat je eigenlijk doet, is je kun je motief omdraaien naar de andere kant van het werk. Vaak wordt er dan ook gezegd van haak nu weer vaste. Gewoon op een normale manier. En wat je dan krijgt, is dat alle V-vormige steken aan de voorkant komen. En alle balkjes aan de achterkant. Ik zal het laten zien. Zo. Kijk. Ik heb nu alleen maar V-vormpjes aan de voorkant. En hier een dwarsje. Dwarsbalkje. Dat is een V'tje. Hier is een V'tje. Daar is een V'tje. Plus je hebt twee, in totaal twee schuine strepen. Het werk zou draaien. Hier heb je de averechtse vaste gemaakt, de omgekeerde vaste, sorry. En in deze toer niet. Zie je het verschil? Sorry, deze toer niet. Hier zit die gewoon, veetje. Hier hebben we de toer dat ik gewoon normaal gehaakt heb. En hier hebben we de toer dat ik hem als omgekeerde vaste heb gemaakt. Zie je dat deze gelijk is aan deze? Dat is een omgekeerde vaste. Zo haak je.